Ik ben André van Hooft, mede-eigenaar van MT Seerskerk, samen met mevrouw. Wij bestaan nu, hier op Seerskerk zitten we nu 25 jaar. Wij proberen met een team van medewerkers, zowel jong als oud, een goede selectie te creëren. Want dat vinden wij als ondernemers ontzettend belangrijk, dat de consument op een goede manier benaderd wordt. Met de nieuwbouw van dit pand hebben we vooral gelet op energiesparende maatregelen. Oude locatie was 500 vierkante meter, nieuwe locatie is 1100 vierkante meter VVO, zoals wij het noemen. Wij gebruiken nu minder energie in deze locatie als in de oude locatie. Wij vinden het heel belangrijk als ondernemer om dus samen te werken met collega-ondernemers. Wij hebben op een gegeven moment de Rabobank gebouw, de restant gehuurd. We hebben een stukje onderverhuurd aan de Wereldwinkel. En wij vinden het gewoon belangrijk om een schakel te zijn in de gemeenschap. De spullen die bij ons overblijven aan brood, die gaan één keer in de week op de voedselbank bij ons langs en die haalt dit op. Andere dagverse artikelen die tegen de datum aan zitten, die gaan ook richting de voedselbank. En zo blijven we ook een stukje maatschappelijk verantwoordelijk bezig.